Motormeiden, het motorseizoen gaat beginnen. En ik had dus een leuk idee en ik dacht, ik maak er gewoon een video over. Want ik heb deze mooie leren handschoenen van Loek wel gekocht. Heel zacht leer. Maar ja, die zijn zo super saai zwart. En ik dacht, ik ga leerverf kopen. En dan ga ik mijn eigen motorhandschoenen pimpen. Dus het is super makkelijk volgens mij. Hier zo heb je allemaal van die rondjes en dingetjes. En die dacht ik gewoon een leuk kleurtje te geven. Dus ik ben absoluut geen leerverfartiest of mega creatief. Het is volgens mij gewoon een hele makkelijke manier om van je zwarte motorhandschoentjes iets heel leuks en vrolijks te maken. Gewoon helemaal hoe jij het wil. Dus ik zou zeggen, kijk lekker mee en dan ga ik... kijken of er ook echt iets leuks uitkomt. Dus ik hoop jullie te inspireren hiermee. Oké, ik denk dat dit wel iets is. Roze, misschien geel. Ja, ik ga gewoon... Ik hou van kleur, dus ik ga echt van alles op die handschoen doen. Maar ja, hè, wat je zelf wil, hè. Wat een beetje matcht bij je motor of je motorpak. Paars, roze... Rood, blauw, je kan het zo gek niet verzinnen. Je kan het er allemaal op doen. Nou, gaan we dan. Als eerst neem ik een watje en een beetje nagellakremover. En dan maak ik de handschoen vetvrij. Ik gebruik nagellakremover, maar je kan ook een speciaal product van dit merk kopen om het vetvrij te maken. En dan blijft de verf beter hechten. Nou, dan gaan we je handschoen natuurlijk helemaal behandelen. Ja, super spannend, want als het er eenmaal op zit, kan het er ook niet meer af. Dus je moet het in één keer goed doen. Je kan nog wel een beetje corrigeren, maar erop is erop. It was just two lovers, sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish, no Donald Glover. Missed call from my mother. Like where you at tonight, got no alibi. I was all alone with the love of my life. She's got glitter for skin, my radiant beam in the night. I don't need no light to see you shine. Zo, nou, ik ben even 2 uurtjes lekker aan het rommelen geweest. Wat ik heb gemerkt is, als je de kleur heel intens wil, dus bijvoorbeeld geel, dan moet je eigenlijk een basis eronder doen. Of als je rood hebt, als je dat heel intens wil, dan zou je er eigenlijk wit onder moeten doen. Nou ja, dat heb ik niet gedaan. Waardoor ik dacht, oké, ik ga er overheen verven met een andere kleur. Dan vind ik het toch wat mooier. Maar toen gebeurde er iets. Want ik wilde laten zien dat ik dus parelmoer heb. En toen wilde ik dat dus in de camera laten zien. Wat voor kleur ik wilde gebruiken. En toen ging dus dat hele potje ondersteboven. Ja, toen dacht ik, fuck. Want ja, je krijgt het er niet meer af als het er eenmaal op zit. En toen ging ik dus met een doekje eroverheen. En geluk bij een ongeluk, eigenlijk vond ik het effect heel erg leuk. En toen dacht ik, wauw, dat is eigenlijk super tof. Ik ga gewoon die hele handschoen in wrijven met een papiertje. Nou, en toen is dit er dus uit ontstaan. Nageltjes heb ik gelakt. Je kan natuurlijk zo gek meedoen als je zelf wil. Je kan hier bijvoorbeeld nog een tekst opschrijven. Nou, ik ga nog een soort finishing touch ga ik er overheen doen. Een coating is dat. Deze satijn. En dan moet, als het goed is, alles blijven zitten. Nou ja, de mogelijkheden zijn eindeloos. Ik wilde gewoon even testen of ik dit zelf een beetje kon. En wellicht hebben jullie veel betere ideeën. Dan kun je je foto natuurlijk op Motormeiden achterlaten. Want ik ben heel benieuwd wat jullie creaties gaan zijn. Ik heb de motorhandschoenen van Loek wel gebruikt. De Kali Lady.
Die heeft echt heel veel accenten en die zitten ook heel erg fijn. Dat is ook niet heel onbelangrijk als je gaat motorrijden. Het is echt een pasvorm voor vrouwen. De ontwerpster van deze motorhandschoen is ook Nederlands trouwens. Dat is Cindy van Lookwell. Het is een Nederlands merk, Lookwell ook. Ik hoop dat jullie iets aan deze Crea Bea video hebben. En misschien zelf eens aan de slag gaan met een potje, met een potje verf. Nou, zet hem op in ieder geval. Tot snel!